Als je de ceremoniële race vandaag wint, mag je na de race met Zelda het speciale ritueel uitvoeren. Een uitstekende reden om straks je best te doen, dunkt mij. We gaan racen. Maar Zelda denkt dat ik geen kans maak, omdat ik niet geoefend heb. Jawel, we gaan winnen. We gaan winnen. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe Zelda Skyward Sword HD video. We moeten mijn lofwing gaan zoeken. Ik heb een hele bijzondere rode lofwing voor degenen die niet weten wat een lofwing is. Dat is een vogel. En Zelda is op dit moment in de lucht aan het vliegen om te kijken of ze mijn lofwing kan vinden. En ondertussen moet ik denk ik gewoon een beetje rondlopen om te kijken of ik hem kan vinden. Vind jij Zelda vet? Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Ik ga gewoon even hier naar binnen. Ik weet niet wat dit voor huis hier is. Ah, de classic Zelda muziek. Is dit een winkel? Hallo? Sorry Link, maar heb jij Sijsje misschien gezien? Ze gaat er altijd vandoor zonder iemand te vertellen waar ze naartoe gaat. Ik weet niet wat ik er met haar aan moet. Ik hoop maar dat ze niet door in de problemen zal komen. Nou, ik heb Sijsje niet gezien. Hey, ik kan al mijn grote rode vogel niet vinden. Laat staan dat ik Sijsje kan vinden. Sijsje! Hallo, ben jij Sijsje? Staat gewoon hier voor de deur, joh. Mevrouw, ze staat gewoon hier voor de deur. Misschien moet jij even naar buiten lopen. Ze staat gewoon hier buiten, joh. Nou, oké, zoek het uit. Luiwammers. Als jij geen moeite in je Sijsje wil stoppen, dan doe je dat al lekker niet. Eens even kijken op mijn map. Nee, er staat niet echt waar ik naartoe moet. Nou, ik ga me gewoon een beetje dit eiland verkennen, denk ik dan. Even kijken of ik hier naartoe kan. Ja, wat ze flotsie. Lekker springen. Hoppakee. Hallo. Hallo, meneer. Hallo, Han. Jeetje, moet je dit ding toch eens zien? Hoe lang zou dit beeld er al staan? Het heeft maar één oog. Oh, wacht. Kijk, zo kunnen we gewoon rondkijken. Oh, dit is nice. Ja, dit wist ik nog niet. Thanks voor de tip, man. Oké, wat is dit? Wat is dit? Kan ik hier naartoe? Daar is die! Daar is mijn lofwing! Hoe kom ik hier in? Zelda, hij is hier! Zelda! Zelda, ik heb mijn lofwing gevonden, maar hoe kom ik bij hem dan? Wacht even, kan ik zwemmen? Ja, ik kan zwemmen. Nice. Kan ik ook duiken? Kan ik naar beneden? Volgens mij, nee, volgens mij kan ik niet naar beneden. Oh, wacht, wacht, wacht. Daar. Je moet altijd achter de waterval kijken in Zelda games. Oh, dat gaat nu niet. Nee, de stroming is te sterk. Wacht, we gaan hier naar boven. Let's go, Linky. Pak het potje. Hoe gooi ik het potje? Gooi het potje. Ik kan het potje alleen neerzetten. Ik kan hier ook nergens naartoe. Shit. Wacht, wacht, wacht. Misschien moet ik de vader van Zelda even op gaan zoeken. Die weet natuurlijk ook wat er aan de hand is. Hey, hey, Pimmus die roept mij. Wat? Pimmus die zegt, ik moet je wat vertellen. Ik heb informatie over je lofwing. Kom snel hierheen. Nee, ik had hem al gevonden. Waar ben je, Pimmus? Ben je daar beneden? Nee. Ben je hier ergens beneden? Pimmus, Goochem, waar ben je, jongen? Oh, kijk hier. Ja, hij is hier. Hij is hier beneden. Oké. Okay. Pimmus, what up, man? Ik had mijn lofwing al gevonden, maar ik kan daar niet naar binnen. Pimmus heeft meelopen zoeken. En toen die Frederik vroeg waar hij was, toen reageerde Frederik heel raar. Die zegt, het spijt me, Link. Ik wilde het zeggen, maar ik was bang dat Gander erachter zou komen. Gander is echt een chappie, jongens. Dat kan je zien in de vorige aflevering. Als je die nog niet gezien hebt, ga die na deze aflevering nog even checken. Maar Gander heeft lopen dreigen dat Pimmus, of nee, dat Frederik zijn mond moest houden. Frederik was de eetzaal aan het schoonmaken. Toen kwam Gander en zijn vriendjes binnen. En die hadden het over plan om mijn lofwing te verbergen. En ze hadden niet gezien dat Frederik er was. Hij wilde me waarschuwen, maar hij durfde het niet. Ja, Gandert heeft dus Frederik bedreigd. Maar Pimmus denkt dat Gandert van plan was om een lofwing inderdaad bij de waterval te verbergen. Nou, dan staat nu op de kaart. Ja, daar zo. Oké, dus dit moesten we eerst doen. Oh, nog één dingetje, zegt Pimmus. Wees voorzichtig als je naar de grot bij de waterval gaat. Het stikt van de monsters en zorg dat je een zwaard bij je hebt. De riddercommandant is in de trainingsruimte. Ja, 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 geef me een zwaard. Ja, het Master Sword, dat bestond nog helemaal niet in Skyward Sword. Dit is het allereerste begin van Zelda eigenlijk. Helemaal aan het begin van de tijdlijn. En het Master Sword, dat was er nog helemaal niet. Maar hé, er zijn natuurlijk wel andere zwaarden. En dit is Arend. En die is onder de indruk dat we nog even een training hier willen doen. We moeten het zwaard pakken en dan terugkomen. En het zwaard ligt hier in de kamer. Hierachter. Hey, kissie! Ons allereerste kissie in deze Zelda game. Daar komt ie. Het oefenzwaardje. Ja hoor, we hebben een zwaardje. Oké, we moeten met deze meneer praten. Wat zeg je? Wil je meer leren over zwaardvechten? Zeker, lijkt me op zich handig als ik wat weet. Zwaai recht omhoog voor een verticale slag. Zwaai recht opzij voor een horizontale slag. Sla naar voren voor een steekaanval. En er is ook nog een draaiaanval. Maar ik wil geen motion controls. Oh, dat hoeft ook niet. Je kan gewoon met deze knop nu blijkbaar je zwaard gebruiken. Oké, hier. Slag naar opzij. Of nee, dit moet horizontaal, denk ik. Van boven naar beneden. Oh nee, hier moeten we steekaanval doen.
Korte stoot voorwaarts. Oh nee, dan moeten we gewoon op R drukken. Ja, oké, gewoon zo indrukken. Oké, goed dat we dat weten. Van links naar rechts of juist van boven naar beneden? Oké, misschien moet ik het gewoon even aan de totempaal vragen. Een diagonale slag. Oh, oké. Moeten dus echt, zeg maar, de kant op richten. Ja, nu snap ik het. De kant op richten. Hoe die staat. Dus deze kan van links naar... Nee, van schuin rechtsboven naar linksonder. Deze weet ik niet. Oké, misschien moet ik even op A drukken. Hey, jongen. Kijk nou uit. Ik wil even vragen wat ik hier moet doen. Weet je, zoek het uit. Dan ga ik wel eerst naar deze. Deze moet sowieso van boven naar beneden. Ja. En deze moet van links naar rechts. Wow. Hey, dit is wel chiller dan motion control. Zo gewoon lekker zo met je controletje. Heel chill. Oh, maar nu moeten we de draaiaanval gaan uitproberen. En hoe deden we dat ook alweer? Weeg R snel van links naar rechts. Links, rechts, links. Oh, nice. Lekker. Nu nog de genadeslag. Oké, als die op de grond ligt. Zo dus. Dan moeten we nu omhoog, omlaag, omhoog. Laatste kideetje. Lekker. We zijn professioneel zwaardvechter nu al, joh. Een genadeslag werkt ook heel goed nadat je met succes je schild hebt gebruikt. Of nadat je een mooie draaiaanval of van een vijand op zijn rug hebt laten belanden. Alleen ik heb nog geen schild. Maar was dit het? Was dit de training, jongen? Oké. Nee, ik hoef het niet meer te weten. Thanks. Loftwing, here I come. Huh? Het is verboden om zwaarden mee naar buiten te nemen. Hoezo? Gun mij gewoon even een zwaardje, man. Ik moet mijn Loftwing bevrijden. Ja! Ja, Arend gaat de uitzondering maken. We mogen het zwaardje meenemen. Super top. Doei, Arend. Loftwinkie, ik kom eraan, jongen. Ik kom je bevrijden. Ik ben onderweg naar de waterval. Let's go, Link. We springen weer even hier over die steentjes heen. En daarachter zit hij, jongens. Daarachter zit hij. We moeten even deze palen weghalen. Lekker. Loftwing. Hallo? Net was je nog bij de uitgang. Waarom heb je niet op me gewacht? Oh. Vleermuizen. Pak jullie allemaal. Lekker. Dit vecht wel grappig trouwens. Het vecht heel dynamisch of zo. Maar volgens mij kost het ook energie. Even kijken. Even steken zo. Oh. Ga weg. Lukt hem niet echt om die kapot te maken? Oeh, een veetje. Kan ik die pakken? Oh, wacht. Ga weg. Lekker. Maak een korte metten met al onze vijanden, joh. Oh, ik heb hem. Ik heb hem. Maar... En nu? Ik had het vuurvliegje kapot gemaakt. Arm vuurvliegje. Oké, hier naar boven, denk ik. Ik denk dat ik moet rennen. Ja. Kom eens hier, jongen. Kom eens hier. Hier zo. Lekker. Oh, dat vechten is echt cool in deze game. Had ik niet verwacht, maar ik vind het echt leuk. Gewoon een beetje zo met je rechterstik heen en weer. En een beetje hun kant op sturen. En dan hun proberen te verslaan. Oh, ik heb iets gevonden. Ik heb een monsterklauw. Oh, dit is gewoon iets voor de collectie. Ik weet nog niet wat ik ermee kan, maar... Misschien had ik dat vuurvliegje ook moeten pakken, maar ik kon hem niet meer vinden. Pak hem! Hier, een blauwe slijm. Monstergelei. Daar pakken we er ook even eentje van. En we klimmen hier omhoog. Oké, we kunnen naar buiten. Hè? Maar... Is mijn Loftwing dan ook gewoon hier naar buiten gegaan? Maar dan kon hij toch gewoon weg? Dan kon hij toch gewoon zelf ontsnappen? Hé, Zelda roept mij! Yo, Zelda! Hallo, heb je een rode Loftwing gezien? Zelda zegt, ze zeiden al dat je bij de waterval was, dus ik ben hierheen gevlogen om vanuit de lucht mee te zoeken. Heb je al iets ontdekt over je Loftwing? Nee dus. Maar ik heb Gandert en zijn vrienden hier wel eens rond zien hangen, dus wie weet ontdekken we iets. Zeker Zelda. Wat gebeurt er? Er gebeurt iets. Oh, Zelda krijgt een telepathisch berichtje. Iemand riep haar naam. Zelda zegt, laten we gaan. Oh, gaan we samen? Oh, wat cool. Oh, let's go, Zelda. Oké. Wat zien we? Is die daar? Ja! Daar is die nu. We moeten hem bevrijden. Moeten we misschien een ton er tegenaan gooien of zo? Ik weet alleen niet hoe ik moet gooien. Misschien kan ik wel gewoon dit kapot maken. Nee, dat lukt niet. Oh, misschien zit er wel iets in zo'n ton. Oh, wow. Ja, kijk. Ik heb een plank eraf. Nice. Oh, ik moet de touw doorsnijden. Ah, nu snap ik hem. Kom op. Hoppakee. Ja! Rode Loftwinkie. Daar ben je. Mijn maat. Ja, geen wonder dat je mij niet kon helpen toen ik in de lucht sprong. Of me liet vallen. Je was opgesloten. Maar nu ben je er. Wat een baas. Want ik vind het echt toffe wezentjes, joh, die Loftwinks. Zijn echt coole vogels, jongen. Eindelijk. Daar ben je weer. En daar gaat hij weer. Hij gaat er ook gelijk vandoor. Hij denkt, doei, ik moet even vliegen, jongen. Ik ben lang genoeg opgesloten geweest. Ik moet even showen.
Even laten zien dat ik de ultiem zeldzaamste lofwing ben. En Zelda zegt, we moeten opschieten. Nu je lofwing bevrijd is, kun je naar de ceremonie vliegen. Ja. Dat gaan we doen. Oh, wacht. Zelda krijgt weer een berichtje. Oh nee, Zelda wil mij iets vragen. Ze zegt, ik hoorde een stem. Maar hoorde jij die ook? Nee, ik hoorde eigenlijk geen stem, joh. Ik weet niet wie er met jou praat. Maar ze zegt, dat overkomt me de laatste tijd vaker. Ik krijg een raar gevoel van alsof iemand me probeert te roepen. Oké. Stemmen in je hoofd klinkt niet best, Zelda. Heb je ooit wel eens afgevraagd wat er onder de wolken is? Ja, daar is de aarde. Daar is de wereld, Zelda. Er ligt een uitgestorven land, zegt ze. Of misschien helemaal niets. Maar mijn gevoel zegt dat het niet waar is. Er moet sowieso iets zijn. Want in een paar oude teksten van mijn vader wordt gesproken over het oppervlak. En er zijn oude verhalen over een wereld die veel groter is dan Skyloft. Alleen is het nooit iemand gelukt om een kijkje te nemen. Onze lofwings kunnen niet door de wolkenbarrière heen. En toch kan ik het niet laten om te fantaseren over wat zich daar afspeelt. Op een dag kom ik erachter. Dus de lofwings kunnen alleen boven het wolkendek zijn en niet daaronder. Oké. Zelda zegt, kijk, je vogel wacht al op je. Stap over de rand. Druk op pijltje naar beneden en wees niet bang om te vallen, want je vogel zal je deze keer echt wel opvangen. Let's go, Linky. We gaan vliegen, jongen. We gaan vliegen. Daar is die rode lofwing. Ja! Oh, Zelda komt ook gelijk mee. Lekker! Daar gaan we. En ik moet nu pijltje naar beneden drukken. Want er komt hij hoor. De eindbaas. 1, 2, 3. Daar is hij al. We gaan vliegen. Oké, waar moeten we naartoe? Waar moeten we naartoe, Zelda? Link, laten we een paar basisoefeningen doen om te zien of je vogel niet gewond is. Is goed, Zelda. Je kunt met je lofwing in elke denkbare richting vliegen. Wanneer hij omhoog vliegt, remt hij langzaam af. En als je sneller wil gaan, zorg dan dat de snavel van je lofwing omhoog wijst. Zodat je omhoog gaat. En eenmaal hogerop, duik je omlaag om weer snelheid te maken. Eerst vlieg omhoog en dan omlaag om sneller te gaan. Oké. Dus zo en dan zo. Oh, we kunnen gewoon met A. Met A gaan we stijgen, joh. Oké, cool. Als je op je lofwing vliegt, dan druk je op pijltje naar rechts en dan kan je dus de besturing checken. Oké, met X kunnen we aanvallen. Oeh. Nice. En met B kunnen we vertragen, hè? Even wat langzamer vliegen. Wat een opluchting. Ik weet niet hoe jij erover denkt, Link. Maar volgens mij is je lofwing prima in orde. En mijn vader en de anderen maken zich vast zorgen om de vogel. Dus laten we zo snel mogelijk het goede nieuws gaan vertellen. Laten we teruggaan naar Skyloft. Zelda gaat alvast vertellen aan de vader wat er is gebeurd. Doei, Zelda! Oh gosh, oh nee, daar is Gandert weer, jongen. En die kan zeker weer stoer doen. Die zegt, je hebt eindelijk die domme vogel weer gevonden. Wat domme vogel, mijn vogel is de eindbaas, G. Nou, Gandert is alweer afgekoeld van zijn warming up. We moesten een eeuwigheid wachten omdat ze de race voor een zielepiet als jij hebben uitgesteld. Je bent beide volwassen en toch heb je altijd Zelda nodig om je handje vast te houden. Het zou me niets verbazen als je aan het ontbijt ook uren zit te twijfelen wat je op je brood moet doen. En die zelfvoldane houding van je begint me ook de keel uit te hangen. Zelda en ik zijn beste vrienden. We kennen elkaar al heel lang. Je vindt jezelf heel wat, hè? Dan heb ik nieuws voor je. Je bent een slaapkop die helemaal niks voorstelt. En een van zijn maatjes, Cole, die zegt, Gandert blijft er maar over doorgaan dat Zelda zijn vriendin wordt. Hij is echt helemaal weg van haar. En Struis, die lacht er een beetje om. Wat een mannetje, joh. Hij denkt dat hij degene is die Zelda zal gaan assisteren bij de ceremonie. Omdat hij de wedstrijd gaat winnen. Ik denk het mooi niet, jongen. Ik denk niet. Je kan fantaseren wat je wil. Maar ik denk niet dat jij gaat winnen. Je kan lachen wat je wil. Nee, het gaat hem niet worden. Blijkbaar staat er weer iemand achter Gandert, hoor. Iemand heeft weer... Ja, hoor. Zelda is er weer. En die vraagt... Kun je me misschien uitleggen, Gandert, wat je bedoelt met eindelijk kunnen we alleen samen zijn? En Gandert die zegt... Je hebt er niks mee. Ja, Link, mijn makker heeft zijn vogel weer terug. Dus ik zei dat ik blij ben dat het nu eindelijk een eerlijke race wordt tussen ons. Ik moet gaan, Zelda. Ik hoop dat je naar me kijkt tijdens de race. En ik zal degene zijn die allemaal gevaarlijke stunts uithaalt. Kan je zo lang zijn? Kan je zo gespierde borst hebben? Je stelt niks voor, jongen. Ik ga jou inmaken met die race. Zelda zegt ook, een eerlijke race. Laat me niet lachen. Laat me je niet op de kop zitten door die cirkels, Link. Vlieg gewoon zo goed als je kunt. En ik weet dat je die gasten kunt verslaan. En ik denk dat jij diep van binnen ook wel weet. Zeker weet ik dat. Wij gaan dit fixen, jongen. Maar de vleugelceremonie gaat nu beginnen. En alle deelnemende studenten moeten zich nu hier komen melden. De race gaat beginnen. Oh jee, daar gaan we. Hey, dit ziet er wel vet uit, jongen. Een soort van Olympische Spelen vibe. Wow, dit is super vet.
Kijk, ze gaan, jongen. Attentie, attentie. De vleugelceremonie gaat zo beginnen. Ik begon me al zorgen te maken dat we zonder Link zouden moeten beginnen. Maar dat is gelukkig niet het geval. Ik ben blij dat jullie er allemaal bij kunnen zijn. En voor we beginnen zal ik eerst de regels uitleggen voor deze competitie. Hij heeft een beeldje aan deze vogel vastgebonden die hij zo laat wegvliegen. En op zijn signaal sprinten we vanaf de startlijn. Springen we over de rand. Roepen we onze lofwing. En dan moeten we de vogel inhalen. En krijgen we het beeldje. Het is duidelijk. Helemaal duidelijk. Let's go. Oké. Master Cornelius. En degene die wint is een stapje dichter bij het ridderschap. We krijgen ook een cadeau van een jonge vrouw die de rol van de godin vervult. En het is dit jaar het 25-jarige jubileum van de academie. Dus dan krijgen we nog een cadeau bovenop het standbeeld van de godin. Oké. Nice. Maar Cornelius zegt, ik wil dat iedereen zich aan de regels houdt. En als je andere deelnemers hindert, krijg je met hem te maken. Heb je het gehoord, Gandert? Op jullie plaatsen. Ja, daar gaan we, jongens. Daar gaan we. Klaar voor de start. Af. Rennen. Let's go. Skyloffie, of Loflinkie roepen. Oké. Waarom zijn hun allemaal al daar? Of nee, zij zijn niet daar. Wie zijn dat? Wie vliegen hier? Zijn dat Gandert en zijn maten? Jongen, ik moet deze zo snel in gaan halen. Ja, Gandert vliegt hier, jongen. Gandert, ga weg. Oh, we gaan de bochtje om. Waar is die? Daar is die. Ik heb hem bijna ingehaald. Let's go. Ik kon hem al vangen. Ja, lekker. Pak het beeldje. We hebben hem. Gandert zegt, heb je niet gehoord dat ik vandaag ga winnen? Nee, jongen, ik heb hem al. Dude. Oh, ik krijg ook een ei in mijn gezicht van kool of zo. Wat? Jongen. Oh, jullie spelen echt keihard vals. Oh, kijk die eieren, jongen. Jullie spelen zo vals. Oh man, deze gasten. Oké, hij vliegt nu hier naast me. Nice, ik kan hem al bijna weer pakken. Bijna. Pak hem. Ja, pak hem. Nu is die van mij, jongen. Yo, we hebben het vogelbeeldje. Wat denkt deze Gandert wel, jongen? Yay! Super cool. Zelda, roep me. Die zijn Link. Yay! Die komt ook even aanvliegen, hoor. Oh, wow. Ja, ze is bij ons. Oké. Super cool. Dat is leuk. Samen met jou op een lofwing. Of lovewing. Moeten we het lovewing noemen? Zelda vindt dat we goed hebben gevlogen. We krijgen een felicitatie en het wordt tijd dat we verder gaan met de ceremonie. Daar gaan we. Niks is voor Gandert, jongens. We moeten het vogelbeeldje aan Zelda geven. Alsjeblieft, Zelda. Plaats jij hem maar hier op de plek waar die moet komen te staan. En dan begint ze haar lied te spelen. Een harp is toch best wel een mooi instrument eigenlijk, hè jongens? Wie van jullie speelt harp? Laat het weten in de comments. Sowieso, spelen jullie een instrument? Ik speel zelf gitaar. Heel klein beetje piano, maar ik ben benieuwd wat jullie spelen. Grote godin, leidend licht, verdediger van het volk. Schenk ons uw zegening en genade terwijl ik uw rol vervul tijdens de ceremonie. O jongeling, die bij de viering van het vogelvolk de overwinning wist te behalen. Ik zal de oude gebruik een eer aandoen en de godins zegening op je neer laten dalen. Oké. We krijgen de blessing van de goddess. De zegening van de godin. De zegeningen van de godin zijn uit de hemel komen zweven in de vorm van een doek. Die ik je nu zal geven. Ik weet nog niet wat ik met het doek moet. Het is een parachutedoek. Kan ik nu hier weg? Kan ik nu naar de aarde? Oh, dat zou vet zijn. Link, wat sta je daar mal? Ben je soms vergeten dat dit een heilig ritueel is? Er wordt gezegd dat de godin het parachutedoek lang geleden aan haar uitverkoren held heeft gegeven. En natuurlijk ging het niet om het doek die je nu in handen hebt. Ik heb deze parachutedoek gemaakt voor degene die vandaag de winnaar zou zijn. Ik ben blij dat ik hem aan jou kan geven, Link, en zorg er goed voor. Gaan we doen, Zelda. En Zelda is heel blij dat wij gewonnen hebben. Wat schattig. Zelda ziet er zo klein nog uit, zo jong. Er is nog één ding wat we moeten doen. Wat moeten we doen? Je weet toch wel waar het ritueel mee eindigt? Nee, eigenlijk niet, Zelda. Die zegt, ik denk dat je het nu al zou snappen. Geef een kusje, Link. Doe het. Oh. We gaan van het standbeeld springen. Oh man, oké, Zelda, ja. Zelda neemt ons wel even in de maling hier. We moeten op dat grote ronde patroon landen, denk ik. Ah, en we krijgen weer een duw van Zelda. Jongen. Oh nee, meisje.
Laten we hem op het laatste moment openen. Op het laatste moment de parachute openen. Ja! Is het goed? Was het goed genoeg? Ja, het ging perfect. Het ging perfect. Ze vindt ons een natuurtalentje. Je kijkt hem lachen gelijk. Jongens, dit is toch een partij romantisch zo. Hier bij het beeld van de godin. Met allebei onze lofwinkies. En omdat wij vandaag gewonnen hebben. En omdat het zulk mooi weer is. Vroeg ik me af of je zin hebt om nog even samen tussen de wolken te vliegen. Ach, romantischer dan dit wordt een Zelda game niet hoor. Kijk ons vliegen. Wat schattig. Ja, dit lijkt echt gewoon op een love story man. Op een liefdesverhaal. Zelda zegt Link. Hey Link. Yo, dat ben ik, man. Wat is er, Zelda? Wat is er? Zelda herinnert deze dag zich voor eeuwig. Het zijn zulke mooie herinneringen. En Zelda is gelukkig. Ach. Zelda is zo lief. Er is iets waar ik al een hele tijd met je over wil praten, zegt Zelda. Oh, nee. Wat gebeurt er? Nee. Wat gebeurt er? Nee. Het ging allemaal zo goed, het was allemaal zo leuk. En nu, wat is dit dan? Een van de gigantische orkaan of zo. Wat gebeurt er? No. No. No, 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 no. Ah, man. Nee. Zelda en de Lofwink. Nee, en wij ook. Wij vallen ook. Waar vallen we naartoe? Dit gaat helemaal fout. No. Oh, wow, wow. Ja, een stem. We horen ook een stem. Die zegt Link. De stem zegt, ik wacht op u. De tijd is gekomen om te ontwaken. Er wacht een opdracht van het allergrootste belang. Die alleen u kunt vervullen. Link. Daar is Zelda. Oh, nee. Dit is echt niet cool. Nee. Nee. No. Wij zijn matties for life. Oh, man. Niet in het monster. Oh, man. Was dit weer een hele nachtmerrie? Is dit allemaal nu niet gebeurd? Want toen de Lofwink mij hier bracht, was ik helemaal slap en bewusteloos. Oh nee, maar dat betekent dat Zelda echt weg is. We moeten Zelda gaan redden. Ja, de vader zegt ook, waar is Zelda? Was ze niet bij jou? Wat is er met mijn dochter gebeurd? En ik begin uit te leggen wat er gebeurd is. En ach, nu gaat het pas echt beginnen, jongens. Dat kan geen gewone storm zijn geweest. Een zwarte tornado. Zegt Zelda's vader. En de vader zegt, doe maar even rustig aan. Doe rustig aan. Toen je Zelda vandaag zag, was je iets vreemds opgevallen. Nou, dat niet, maar ze hoorden wel stemmen. En ze had het inderdaad over het oppervlak. De vader maakte zorgen, maar zolang de Lofwink bij Zelda in de buurt is, weet de Lofwink dat... de Lofwink, de vader, dat ze veilig is. Het is nu nog nacht. Het is te gevaarlijk om haar te gaan zoeken. Maar in de ochtend gaan we er zeker vinden. We moeten nog even verder gaan slapen van de vader. Ja, denk je dat ik nog kan slapen, joh? Kijk, we horen weer stemmen. We moeten naar buiten. Ik hoor stemmen. Ik moet hier weg. We gaan helemaal niet slapen. Daar is die figuur weer. Let's go, we gaan haar volgen. Hier de trap op. Waar ga je naartoe? Where are you going? Door de deur, door de deur. Waar ga je naartoe? Je gaat naar het beeld van de godin, hè? En wat daar gaat gebeuren, zien we in de volgende aflevering. Ik hoop dat jullie het vet vinden dat dit zulke lange afleveringen zijn. Doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en laat het weten in de reacties. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!